Dienstag Vlog. Check it out. Check it out. Da Dienstag Vlog in YouTube. Check it out. Hallo, spreek met Frits van Zonze. Goedemorgenmiddag. Ik ben op zoek naar Frits van Zonze. Ja, daar spreekt u mee. Oké, dat komt helemaal goed. Hey, ik had een vraagje. Spreek ik ook met het bedrijf wat fietsverkoop doet? Ja, ik doe alleen autoverkoop. Oh, dat is jammer, want ik wil namelijk een pannenset kopen voor de kok. Ik ben de kok, hè? Je weet wel, van de mop van de kok op Da Vinci Vlogs. En ik zou dus een nieuwe pannenset, want mijn is kapot. En omdat ik zoveel bak en zo, dus... Het zit wel goed. Goed, ik kan het best wel helpen, maar dan moet ik u doorverbinden naar een... de rest die pannen verkopen, ja? Dan moet je even wachten. Ja, dat is prima, joh. Doe maar even doorverbinden, joh. Doorverbonden of zo, ik weet niet. Hallo? Hallo, spreek ik met... Met wie spreek ik? Nou, ik wou het net gaan zeggen met wie u het genoegen had aan de telefoon. Oh ja, u mag best wel zeggen hoor. Nou, mijn naam is Henk. Henk. Henk, ja. Wat verder dan? Mijn naam is Henk. Lantaarnpaal. Wat zeg je dan? Mijn naam is Henk Lantaarnpaal. ja, ik hoor het vaker, ja. Maar kunnen we gelijk even to the point? Wat? Ja, dat is Engels. Meneer, ik wil graag een pan kopen. Wat voor pan? Nou, wat is dat nou voor vraag? Waar je in kan koken natuurlijk. Ja, maar ik bedoel, welke mate? Moet het een snelkookpan of gewoon een soeppan? Of waar kijkt u naar uit? Nou, ik wil gewoon een pannetje waar je lekker vleesje in kan braden en zo. Oh ja, wij hebben een gloednieuwe pan. Van Herman. Herman Brood? Nee, van Herman de... weet ik veel hoe die man is, die kale van de televisie, hoe heet die nou? Van die kale? Oh, die kale, dat is mijn broer. Ja, dat zal wel. Wij hebben een gloednieuwe pan van Herman. Oh, en hoeveel gaat mij dat kosten dan? Oh, daar zit een prijskaartje aan van 195 euro met 2% kosten. Dus dat valt mee. Maar die pan is hartstikke duur. Nee, dan ga ik nog even verder kijken hoor, meneer. Dag. Ja, tot ziens. Tot ziens, Henk Lantaarnpaal.